welkom bij deze nieuwe video. Wat leuk dat jullie er weer zijn. Ik ga vandaag een nieuwe collectie testen van Wet n Wild. Ik heb al zo lang geen nieuwe collectie van hun getest. Terwijl ze komen wel met heel veel collecties uit. Maar hier in ons land ontvangen we helaas niet alles. Dus ja, we krijgen alleen maar bepaalde collecties. En ik zag bij Booty Shop dat de Blooming collectie er nu is. En ik dacht, deze collectie moet ik gaan reviewen. Want het ziet er prachtig uit. Het is nu lente en het is ook echt een lente collectie. Hele zachte kleuren, roze, peachy-achtige kleuren. En dat is echt gewoon helemaal mijn ding. I love roze. Dat is mijn fave kleur. En het ziet er allemaal echt zo mooi uit. Ik heb letterlijk alles besteld van de collectie. Echt gewoon alles. Het is niet heel veel. Het is een gloss, oogschaduw, blush, een setting spray en een spons. En we gaan het gewoon vandaag allemaal reviewen. En het is Wet n Wild. Het is ook weer lekker betaalbaar. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Jongens, ik voel me eigen zo wit. Dit is nou gewoon mijn echte huiskleur. Ik mag niet naar de zonnebank. Ik mag niet tannen. Ik mag niet zelf bruinen. Tot 6 weken na mijn operatie. En er is pas 1 week voorbij. Dus ja, ik ga lekker de aankomende 5 weken lekker lichtjes zijn. Oké, maar goed. Laten we beginnen. Deze collectie is echt zo mooi. Vooral deze oogschaduwen. Kijk dit. I love it. Maar daar gaan we niet mee beginnen. We gaan beginnen met de spons. Dit is de Wet n Wild Blooming Day Makeup Spons. Jongens, ik zie op Booty Shop dat al bijna heel deze collectie is uitverkocht. Dus ik was niet de enige die het er prachtig uit vindt zien. Maar ja, het komt altijd wel weer terug. Dus misschien is het al terug als deze video online komt. Oké, de spons is er gewoon nog. Slechts 5 euro. Of ja, 4,50 euro. Lekker goedkoop. Verpakkingen van heel deze collectie zijn heel mooi. Met allemaal van die bloemetjes en zo. I love it. Ik ben altijd best wel een beetje moeilijk als het gaat om make-up sponsen. Ze moeten echt zacht zijn. Anders vind ik het helemaal niks. En ze moeten goed aanbrengen. Oh, deze is wel echt heel klein. Er zitten hier ook van die bloemetjes op. Kijk hoe schattig dit is. Kijk die bloemetjes. I love it. Ik ga hem even nat maken. Oké, hij is een stuk groter geworden. Hij voelt echt heel zacht aan. Dus dat is al top. En de kleur is een beetje veranderd. Net was hij meer oranje peachy. En nu is hij een beetje roziger. Maar goed, hij voelt echt heel zacht aan. Ik ga hiermee mijn gezichtsmake-up aanbrengen. Ik ga mijn Fenty Beauty Skin Tint aanbrengen in de kleur 13. En deze nieuwe Benefit Concealer in de kleur Cantaloupe. Oké, alles bracht gewoon goed aan. De spons is ook best wel fijn. Hij is een tikkietje harder dan dat ik zou willen, maar het is oké. Wat ik wel een beetje heb, de Elf spons is echt amazing. En die is ook maar iets van 6 euro. En nu ga ik dus elke keer alles vergelijken met die spons. En weer vergeleken met die is deze niet zo goed. Dus voor die prijs zou ik alsnog gewoon die andere halen. Maar al met al is hij wel oké. En ik vind hem er ook echt heel cute uitzien. I love it. Ik heb eventjes snel mijn gezichtsmake-up afgemaakt. Wat poeder, neuscontour en wat bronzer. Ik ga nu beginnen aan de ogen. Dit is het Wet n Wild Blooming Pigment Palette Garden Party. Slechts 6 euro jongens. Dit paletje is slechts 6 euro en het ziet er zo mooi uit. Er zitten 4 kleuren in. 2 matte kleuren, 1 glanzende kleur en 1 pressed glitter. Als ik zo kijk naar deze kleuren denk ik ja, dit zijn de perfecte kleuren om samen te gebruiken. Vooral als je een klein paletje hebt met slechts 4 kleuren is het belangrijk dat de 4 kleuren wel allemaal goed samenwerken. Want je moet er wel een volledige look mee maken. Als ik aan iets een hekel heb is als de kleuren niet met elkaar matchen en ik er een ander paletje bij moet halen om het te laten werken. Dat wil ik niet. Ik wil altijd gewoon het ene paletje kunnen gebruiken. En dat kan hier echt. Deze 2 matte kleuren kunnen zo in je crease. Deze glanzende kleur op je lid. En deze pressed glitter daar nog op. En dan heb je gewoon gelijk een volledige look. Je kunt de pressed glitter ook overslaan als je dat te heftig vindt. Maar jullie weten van mij, ik hou altijd van heftig. Ik ga ze even swatchen met mijn vinger. Oeh, dit is zo mooi. Ik ga ze alle 4 swatchen. De kleuren zien er echt prachtig uit. Vooral deze pressed glitter is echt wowie. I like it. Ik ga zo meteen naar de dierentuin, jongens. Het is vandaag iets van 18 graden of zo. Het is vandaag super mooi weer. Dus ik ga om 12 uur naar de dierentuin in Rotterdam. Dus de look die ik vandaag ga maken gaat dus zijn voor mijn dagje daar. Het is nu 9:30, dus ik heb nog wat tijd. En het wordt gewoon een mooie draagbare look. De look die ik vandaag ga maken gaat denk ik gewoon de look zijn die iedereen zou gaan maken met dit paletje. Dus laten we inzoomen op de ogen. Oké, we gaan beginnen. Ik heb al gepruimd met concealer en wat poeder om het vast te zetten. Dus het is al hier helemaal klaar voor gebruik. Ik ga beginnen met deze lichte matte kleur. Die kleur is niet per se een kleur die ik zou gebruiken met mijn huidskleur. Ik zou gewoon gelijk ingaan met deze andere kleur. Maar voor de video van vandaag wil ik gewoon alle kleuren gebruiken. Ik breng die kleur heel hoog aan in mijn
arkaarboog echt helemaal tot aan mijn wenkies. Iemand zei een keer onder mijn video dat ze het echt cute vindt dat ik altijd wenkies zeg in plaats van wenkbrauwen. Nou, ik moet zeggen dat je die kleur eigenlijk beter kunt zien dan dat ik had verwacht. Het is echt een goede kleur. Een hele mooie peachy kleur. Ik weet niet wat het is met mijn wenkbrauw hier vandaag, maar hij is niet mooi. Dan ga ik nu in met deze andere matte kleur. En die gaat ook in mijn arcadeboog maar iets lager. Wauw, deze kleuren blenden echt als boter. Fantastisch. Ook heel veel pigment. Het paletje is wel een beetje poederig, maar dat boeit me echt helemaal niks. Aangezien het gewoon zo top aanbrengt. Die matte kleur breng ik ook aan op de onderste wimperrand. Dit wordt echt een super makkelijke snelle look. Dan ga ik deze glanzende kleur hier aanbrengen. Oké, die kleur had wel iets heftiger mogen zijn, maar het is oké. Dan ga ik in met de pressed glitter. Het is een pressed glitter, dus geen losse glitter. Dus je hoeft geen lijm te gebruiken. Dat vind ik altijd heel fijn. Ik pak gewoon zo een beetje op met mijn vinger. En dan druk ik het gewoon zo over mijn hele ooglid. Wauw, dit is echt heel mooi. Het zijn niet alleen maar roze glitters. Er is ook goud, paars. Het is echt heel veel verschillende kleuren. I love it. Ik ga vandaag echt sprankelen in de dierentuin. Ja mensen, kijk even dit hoe mooi. Echt, echt heel mooi. Dit paletje bracht echt gewoon goed aan. De enige die ik iets minder vond was deze normale glanzende kleur. Hij was wel gewoon mooi, maar het had wel iets glanzender gekund. Maar hij was zeker wel oké. Hij is niet slecht of zo. Maar dit vind ik echt, echt heel mooi. Er is ook echt helemaal geen fallout of zo. Alleen maar die pressed glitter zijn er een paar hier beneden gevallen. Maar that's it. I like it. Oké, ik ga even de look afmaken. Dan kom ik zo bij jullie terug. Daar ben ik weer. De ooglook is helemaal af. De wimpers die ik op heb zijn van Lola Lashes in de stijl She is Fire. Ik heb het al op Instagram verteld, maar nog niet hier op mijn kanaal. Als jij nep wimpers zoekt die letterlijk lijken op wimper extensions. Dit merk te koop bij Pussy Shop is echt amazing. Kijk hoe mooi ze gekruld omhoog staan. Al hun stijlen staan helemaal zo mooi gekruld. Deze stijl die ik nou op heb, die is wat heftiger. Dus die doe ik altijd op als ik echt oogschaduw op heb en zo. Maar wanneer ik ga voor een natural look heb ik hier de stijl Icons Only. En deze stijl is heel erg kort. Nog wel heel mooi omhoog gekruld, maar echt kort. Dus ideaal voor gewoon een everyday look als ik geen oogschaduw opdoe. Dus echt jongens, deze wimpers, echt haal ze. Ik heb al gebronst en we gaan nu beginnen met de blush. Dit is de Wet n Wild Blooming Blush Flower Power. Flower Powder. Een blush van slechts 5 euro. Ziet er heel mooi uit. Die verpakking met bloemetjes. En het is een hele mooie matte kleur. Het is een beetje rozig. Het ziet er echt heel mooi uit, dus laten we het aanbrengen. Wow, heel veel pigment. Oké. Het matcht heel mooi met de ogen. I love it. Deze hele collectie matcht echt goed met elkaar. Ja, heel mooi. Hij is wel wat aan de heftige kant. Gebruik niet te veel. Ik heb nou best wel veel gedaan. Maar jullie weten, ik hou altijd wel van een aanwezige blush. Maar hij is wel heftig, dus let daar wel op. Maar hij is wel heel mooi. I love de kleur. Echt prachtig. Ik ga ook nog eventjes in met mijn De Balm highlighter. Want ik moet ook even mijn neus highlighten. Ik vind het jammer dat de collectie er geen heeft. Maar dat maakt niet uit. En ook een beetje zo hier in de binnenste ooghoek. Voor een extra glow. De collectie heeft ook lipglossjes. 2. Ik heb ze allebei. Dit is de Wet n Wild Blooming Plumping Lip Gloss. In de kleur Bloom Time. En de kleur Baby Bloomer. Ik heb gewoon dus alle twee de kleuren gekocht. Eentje is een beetje rozig. En de andere meer champagneachtig of zo. Ik zal ze even swatchen op mijn hand. Dit zijn dan de twee kleuren. Allebei heel glitterig, maar je ziet een heel licht verschil in de kleuren. Eentje is meer rozig en de andere is meer wittig champagneachtig. Ik ben niet zo'n hele grote fan van hele glitterige glossjes, maar goed. We gaan het gewoon aanbrengen. Ik ga beginnen met deze witte kleur. Dit is de kleur Bloom Time. Deze glossjes hebben een hele aparte geur. Ik vind het niet echt heel lekker. Het is een beetje een combinatie van een mintgeur en een mandarijngeur of zo. Het is niet echt mijn fave geur. Oké, dit is dan de gloss. Hij is niet echt plumping, maar hij is wel heel mooi glitterig glossy. Hij plakt ook niet, kijk. Maar die geur, ik kan niet met die geur. Dus er zullen vast wel mensen zijn die die geur lekker vinden, maar ik persoonlijk vind hem niet zo. Maar het is wel een hele mooie gloss. Ik zou hem niet zo op zichzelf dragen, meer als een liptopper op een andere lipstick of zo. Oké, dan nou die andere kleur. Die heet Baby Bloomer. Oeh, ik voel dat mijn lippen een beetje branden. Is die dan wel plumping? Deze kleur heeft ook weer die rare geur. Deze kleur vind ik nog net ietsje mooier door de kleur die er doorheen zit. Een beetje een roze kleur. Deze kleur zou ik wel op zichzelf dragen. Ja, deze is echt mijn fave. Deze andere kleur vind ik niet zo. Deze vind ik wel fijn. Ik voel mijn lippen een beetje branden. Dus hij is wel een klein beetje plumping. I like it. Deze tweede kleur is echt toppie. En dan als laatste de spray. Dit is de Wet n Wild Blooming Face Mist Miss Cherry Blossom. Dit is een multifunctionele gezichtsspray. Je kunt hem voor je make-up aanbrengen.
brengen om je huid te preppen of na je make-up. Dat ga ik nu doen. En dan zal je make-up langer goed blijven zitten en het hydrateert. Ik hoop dat je lekker ruikt. De verpakking is weer heel erg cute. In ieder geval. Oké, tikketje agressief. Heeft ook weer die geur van die glossjes. Jongens, ik ben niet echt zo'n fan van die geur. Maar het is oké. Het is wel minder heftig dan in die glossjes. Mijn wimper is aan het losgaan. Spray was op zich fijn. Mijn huid ziet er goed uit. Alleen die geur nogmaals. Maar ja, dat is een persoonlijke voorkeur. Ik moet even mijn wimper opnieuw opplakken. En dan zijn we klaar. Nou jongens, dit was niet alleen maar een mooie collectie. Maar ook echt een goede collectie. Ik raad me ook zeker aan. Vooral voor die hele lage prijzen. Er zat niks bij waarvan ik echt dacht van dit is echt heel slecht. Wat ik echt aanraad van deze collectie is deze lipgloss. En dan echt in de kleur Baby Bloemen. Deze is echt heel mooi. Dat is ook de kleur die ik nou op heb. En dit paletje. Dit paletje is echt toppie. Je kunt er zo makkelijk gewoon een snelle look mee maken. Dit is de meest heftige look. Maar je kunt er ook gewoon een zachte look mee maken als je alleen de matte kleur of zo gebruikt. Je kunt doen wat je wilt. Dus deze twee raad ik echt aan. Super duper mooie collectie. Ik ben ook weer heel benieuwd naar jullie mening. Let me know wat je ervan vond beneden in de reacties. En zoals altijd hoop ik dat jullie weer hebben genoten van de video. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!